Goedemorgen lieve vrienden, het is vandaag zaterdag 29 juni en we leven om 5:46, 5:45. Dat ja, ik ga zo meteen even een hapje eten en een bakje koffie doen, de diertjes eten geven, want ik moet om 6:30 eigenlijk al klaar wezen, want dan kan de taxi al komen. Ja, het is een kwartier voor of een kwartier na die tijd. Dus ik heb een hele grote speling. Ja, we zien. Drie kwartier, ja. Ja, dus ja, het is altijd... Waarom ze dat doen, ik weet niet. Kwartier voor die tijd of en zelfs een kwartier na die tijd. Dan kunnen ze nog komen. En daarna moet je je eigen zorgen gaan maken. Maar ja, oké, lieve vrienden. Het is prachtig mooi weer. Zoals we al hadden beloofd daar van boven. En Pietje Paulus maar het ons vertelde. Enkel, het is nog zo vroeg dat het nog donker wil ik niet zeggen. Maar ik heb de zonnescherm ook al naar beneden. Dus ja, dan wordt het ook al donkerder, hè. En ik ga dus verder aan de gang. En deze camera gaat mee. Woepie! Ja, de GoPro niet. Nee, die gaat niet mee. Maar in ieder geval, lieve vrienden, om een lang verhaal kort te maken. Ik wens jullie welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Weestebol. Enkele de beestjes die zijn wat minder in beeld vandaag. Daar ik weer naar Den Haag toe ga, naar de Veteranendag. Dus het is een veteranenfilm vandaag. Ja! Dus, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie vandaag krijgen te zien. En we spreken elkaar later. Doei, doei! Ja, lieve vrienden, hier ben we dan. Althans, zijn we dan. Ja, dan weer schaduw, dan weer zonneschijn. Want we rijden tussen de bomen en we gaan dus nou op naar Amsterdam, Sloterdijk. Ja, ja. Dus kijk, daar hebben we de weg weg. Dat is ook weer wat anders. De chauffeur die mocht er niet op. Nee, wilde niet. Nou ja, ook goed. Maakt allemaal niks uit. Nee hoor. Plekje weer is niet omhoog. Ja, dat was het niet. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie jezelf doen gaan. En ik hou jullie van het rijden en het zeilen van Veteranendag op de hoogte. Ik zou zeggen, geniet ervan. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het schiet alweer heerlijk op. Want er komen borden weer aan met Purmerend en Zuidoostbeemster. Dat het schiet lekker op en ik vind het maar al te leuk. Eindelijk weer eens een keer in een auto voorin en je kan alles zien. In plaats van met die schommelende rottreinen. Maar ja, maakt niet uit, het is gezellig. Hier ook Purmerend Zuid, Zaanstad 10, Amsterdam 16. Nou ja, gaat goed. Maar wat hebben we hier allemaal? Allemaal aan één kant rijden. Allemaal paaltjes op de weg. Hier al uit, je kan er niet uit. Hoe moet dat? Door de paaltjes heen. Nou ja, maakt allemaal niet uit. Purmerend is afgekruist. Haha, maar ook niet. Nou, wat gaan we beleven? Even leuk, even leuk. Dat op zaterdag. Dubbele uitkering voor de baas. Dubbele uitkering voor de baas. Joh. In het weekend doorwerken. Krijg je uitbetaald, hè? Joh. Is zo. Het is nog gevaarlijk ook. Dus. Nou, oké, vrienden. Jullie weten weer even wat meer ervan. Hoe het reilt en zeilt. Op weg naar Den Haag. Naar de Veteranendag. Ik zeg het tot later. Ja, lieve vrienden, ik sta hier alweer eventjes, nou een kwartiertje tot, kwartiertje, 10 minuten. Sta ik hier al op het station van Amsterdam, Sloterdijk. Ik heb nog een klein uurtje te gaan voordat de trein gaat. Maar ik kan de pret niet drukken. Ik heb een bakje koffie gekregen. Ik ben heel hartelijk ontvangen door de hulpteam die mij op de trein helpt.
Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Ja. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles. En het komt allemaal echt, denk ik, wel goed. Ik heb al contact met Karin. Die had lekker aan het douchen geweest. Nou, ook allemaal goed. En dan hoor ik mijn horloge alarm geven. Ik kan er niet eens niet bij. Ja, zo. En ja, het komt allemaal goed. En ik geniet zo meteen van een bakkie koffie. Het is nou nog kokend heet. Maar dan kan ook de pret niet drukken. Lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet. En ik zeg tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik zit in de trein en richting Den Haag. Ja. Enkel, ik zit weer overdwars, want weer is dat glazen plaatje ertussen. Dat, ik kan daar gewoon niet in. Maar ja, kan de pret niet drukken. We komen er wel aan. Dus we moeten dat gewoon weer afhalen, die dingen. Het is zo... Ja, je kan er gewoon niet in. Want je zit met draaien en alles. Nou, en zo blokkeer je de trap, je blokkeert deuren. Het is gewoon niet leuk. Niet bij nagedacht. Maar oké, maakt niet uit. We gaan nu onderweg verder naar Den Haag. Waar Karin en Roderick mij natuurlijk opkomen halen van het station. En dan gaan we beleven, hè. De Veteranendag. Ja. Ik hou jullie op de hoogte. Dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, we zijn op het Malieveld aangekomen. Ben er al een tijdje. Ik denk eerst even rondrijden, et cetera. Van de Veteranendag. Karin en Roderick, die zijn bij me. Hoi, Roderick. Hallo. Karin, die zwaait ook, maar die staat achter Roderick. Wow. Maar ja, zoals jullie zien... Hele mooie dingen, spullen, auto's, straaljager erin. Ja, een mooie brandweerauto. En een mooie brandweerauto daar. Geen rood, maar geel. En dat is ook een brandweerauto. Wat valt deze dan in? Nou, ook voor vuur. Ook voor vuur. Wat een ding niet. Wat een ding, wat een ding, wat een ding, ding, ding. Nou, man, kom. Ja, kom zeg zo. Ik moet daar overheen. Natuurlijk moet ik hier weten. Bom, bom, bom. Alleen hun, waarschijnlijk willen hun er niet. Nee. Terwijl mij oppassen. Ja, nou, ik heb hem naar de grond gericht. Dat is mooi. Daarom, ik heb hem naar de grond gericht. Maar daarom hebben we weer een mooie legerauto. Ja. Nou, hoe mooi is dat? Een brandweerwagen aan de andere kant. Ja. Ja, ik ben aan het vloggen hoor. Dat geeft niet, ik vind het allemaal goed. Wil je erop? Ik pak mijn keer in de bal uit. Deze is voor, speciaal voor uitzending. Dat is bij jullie wel bekend, denk ik. Deze staan op Gils Rijen. En in Delen. Deze is ook van uitzending. Ze hebben nagekeken door firma Camry. Dus deze is weer operationeel. Dus als we weer op uitzending gaan, dan gaat hij weer weg. Oké. Nice. Dus wij gebruiken deze eigenlijk speciaal voor uitzending. Oké. Vandaar de kleur. Erto. Oh, lekker, Erto. eigenlijk alles zit er eigenlijk op wat er op een andere zit. Geval. Ik ga aan de kant. Lekker dialect, heerlijk. Geweldig. Ja, even deze munt openmaken. Nee, wat er op, op dat voertuig zit, zit op deze ook waterschuimpoeder. Okay. Ja, dus hetzelfde. Aan de andere kant heb je onder een stikstoffles in zitten. Dus hier zit waterschuim en poeder. En hoeveel weegt dit mooie vaten?
Ja, dat zou je moeten aan weten. Aan de voorkant hebben we de specificaties van het voertuig staan. Van die gele kan ik alles vertellen. Van deze, ja, dat, en dat heb je vorig jaar gedaan bij hem. Ja. Daar kan ik daarom alles van vertellen. Daar kan ik echt alles van vertellen. Ja, ja goed, ik werk op de school in Woensdrecht en daar gebruiken we die iedere dag. Ja. Dus ja, dat kan ook niet anders. Deze staat echt alleen maar op Gilsrij en op Delen. En die komt wel naar de school toe, maar dan wordt die alleen nog maar gebruikt door mensen die op uitzending gaan. Want niet iedereen is bekend met dit voertuig. Nee, okay. Als je kijkt naar andere vliegvelden, Volkel, Leeuwarden, Woensdrecht, die hebben dit voertuig daar niet standaard nee, staan. Klopt. Dus die kennen het voertuig alleen nog als ze op uitzending zijn geweest. Ja. En degene die bij ons van de school afkomen, die krijgen pas uitleg over dit voertuig als ze op uitzending gaan of als ze toevallig gestationeerd worden op Gilsrijen. Anders krijgen ze daar sowieso geen uitleg over. Nee, oké. We hebben er wel specificaties van, maar ja, ik zeg al, als je naar Eindhoven gaat, daar op het vliegveld, dan doe je helemaal niks met dat ding. Nou, en als je te fijne tijd het op YouTube wilt zien, dan mag je daar krijgen op in aanmelden. Oké. Okay. Dan gaan we dat doen. Handig hè, die kaartjes, ja. Mam, toch wel hè? Leuk. Dan ben je benieuwd. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ik vind het geweldig. Oh, mijn arm. Ja, dan moet hij hem lekker uitzetten weer. Ja, dat doe ik wel. Nee, ja, je ziet hier zoveel, zoveel. Het is gewoon niet te filmen, zeg maar. En het is lekker warm. Ik heb de hoed al op. Ja, ik heb zo'n rieten hoedje gekocht. En er zijn er twee hier aan het bekvechten, zeg maar. Altijd. Altijd. Mooi bek, ja. Zo. Nou. Eikel. Lekker zacht rijden, tegen jou. Ja, altijd. Ja? Mooi. Nou, dan weten we dat ook weer. Hun doen graag zaggerijnig, maar ja. Ook aan het vloggen, meneer. Gaat gewoon door, hè. Ja. Ook aan het vloggen. Maar er is hier te veel om op te noemen. Ik film af en toe en iets wat. En komt allemaal goed. Niet, dat is zo makkelijk. U zit dit namelijk op een plek. Ja, nou, dat wel bij de groep die we mee te maken. Ja. Ik zoek mijn verzoekkaart. Hier ook. Ja, hou jij hier op? Ik heb net mijn lunchpakket gehaald en ik zie dat de Univille is nu beter beschermd dan de tijd. Nu hadden we dat staan. Meneer! Vloggen. Ja. Nou, ik vlogde niet, maar... Ik er dus wel. Nou, ik mooi. Ik ben een vlogster. Leuk. Laat zeker even kijken wat je ervan gemaakt hebt. Komt goed. Gaat echt wel niet in elkaar zetten hoor. Alles op zijn tijd hoor. Ja hoor. Vanavond. Bij mij zijn we zo volgende week erop. Zoiets ja. Een beetje knippen, een beetje plakken. En, een klein verhaaltje. Nooit zo lang. De film moet het eigenlijk meer laten zien. Ik vertel er verder niks bij dan enkel zo. Nou ja, dat is mijn dochter. En, je meent het. Dat is die zwager was je. Ja hè. Ja, zonder dat denk ik. Sorry. Nee hoor. Ik weet en ik weet hoe en hoe jullie zijn. Want en met mijn ex en die loopt ook altijd mee. Dus. Ja. Dus als jullie verder nog als vrij jong lijkt het me toch? Ja, die is nog vrij jong. Ja, of jij? Ja. Je bent jonger dan hij. Ik ben sowieso jonger als hem. Dus maar. Loopt hij weer die kant op? Mam, lekker laten gaan hem. Echt, hij. Hij is alleen maar aan het lopen. Hoi, ik ga even daar kijken of mijn lunchpakketje op kan Zeg, schone zoon. Waarom loop je dan weer? Kwijt. Ik zei daar al indumpen. En dan straks alles in één keer weg. Dan neem ik die
meter zouden, scheelt weer. Rob, alsjeblieft. Moet ik weer terughalen dan? Nee. Nou niet. Okay. Dan ben je Rob, laat het, als je wat hebt gedaan, dump het eerst even hierin en dan kan het zometeen allemaal in één keer in ons bak. Wat een schuifte toch. Ja, dat weet ik. Daar is eigenlijk ook wel even die kant. Ja. Nou, we sluiten weer even af, jongens. Tot trekje. Waar wilt u hem hebben zometeen? Nou, ik moet niet bukken, dus wat denk je van bovenin? Maar wilt u hem hebben hier ergens of zo? Ja, en hier niet. Nee, want niet. Maar daar mag ook. Juist. Daar wil ik. Thank you.
Hartstikke mooi. Goed, hè? Ja, echt gaaf. Is dit het misschien, hè? Nou, de zesde keer dat ik het doe. Ja? Ik ben altijd te kijken. Ietsjes minder? Ja, maar dan moet u ook niet naar kijken. Maar naar mij kijken, dat is de bedoeling. Ja. Nee, maar Emma, dat stuur ik u wel op. Ja, die is op die zijn. Dankjewel, heel lief. Dank voor de hulp. Tuurlijk. Ik vlog ook en ik... Hartstikke goed. Ja, tuurlijk, mam. Uw haar zit goed, hoor. Goed, hè? Jawel, hè? Kijk, hier zit dat weg, hè? Waar zit hij nou? Nou, volgens mij is het plaatje mooi. Dan ga ik even kijken hoe ik dit kan doen, want ik ga vanaf deze kant. Ja, dus ik moet er wel aan. Mag u mij aankijken? Als volleerd blogster, toch? Ja, ik ben een vlogster. Vlogster. Ja, bloggen. Ja. Weer wat geluid. Ja. Ik ben nooit oud. Zo is het. Ik ga even. Ja, ik wel, want ik kan het niet zo warm, hè. Ik heb al een net van de wat ik denk. Maar ja, even afgedaan. Kom ik zo nog weer. Want ik kom weer op het gaan. Dat ik jouw dochter op de kant kan. Lekker met hun op de dag. Wat betekent veteranenavond? Ja, ik weet het wel niet. Kijk nu. Maar uit het hart. Uit mijn hart. Maar ja, ik maak ook mijn tv. Ik maak allemaal plaatjes. Dat ik van hem kan doen. En ja, ik maak ook plaatjes voor hem speciaal.